intro dan, nou ja, goh, ik ben met die kruidentuin begonnen 20 jaar geleden. En eigenlijk een volledig uit de hand gelopen hobby. En ik ben met 20 verschillende kruiden begonnen, een stukje van 10 bij 10. En dan mochten de gasten die toen hier kamperen, die mochten daar plukken. Om van te kopen. Of wat ze er ook mee wouden doen. En ja, je gaat er wat meer van weten. Je gaat een cursusje lopen. Je gaat je interesse wat verbreden. Dan is iedere keer een stukje groter, nog wat erbij, nog wat erbij. En nu staat er 350 verschillende soorten. En alles wat je tegenkomt, dat is of medicinaal of culinair. En ook een heleboel planten waar een heleboel mensen van zeggen, ja, dat heeft niks met een kruid te maken. Dat heb ik ook in mijn tuin. Maar dat is niet waar. Alles wat er dus hier staat, is medicinaal of culinair, zoals ik gezegd heb. En dat komt dus op een gegeven moment uit de kruidenwereld. En dan is het een beetje veredeld om naar de plantenwereld, naar de sierwereld te maken. Maar dan wil je bijvoorbeeld die monnikskappen. Hè? Iedereen heeft dat in zijn tuin, monnikskappen. Monnikskappen is een van de Griekse planten die een plantenrijkheid. Maar je kan die plant gewoon aanraken en je kan er zelf nog van knabbelen. Want de werkzame stof die in die plant zit, die zit in de wortel van die plant. En dat is articum. Geen arsenicum, want dat kappen we allemaal om. Maar articum wordt gebruikt vroeger om iemand die in coma moest worden gebracht, om in coma te houden. Dus het stelt de functies van een heleboel dingen in je lichaam stelt. Dus op een gegeven moment zet het op een heel laag pitje, zodat jij in coma blijft. Dus dat is, voor velen is dat een plant die dus in kruidentuin of in de bloementuin uit. Ik bedoel, een heleboel Duitse lis. Ook zit daar de werkzame stof in de wortel en er wordt weer een zalfje gemaakt voor acne en uitslag, huiduitslag. Dus alles wat je ziet is medicinaal of culinair. En dan ben je een heleboel onderverdeling van theeplanten en genotsplanten, ga ze maar door. Maar dat zijn mijn kruiden maar. Zelfs de granium en de begonia's nieuw weer dus ook weer. Maar goed, ook daar op een gegeven moment ben ik tegenwoordig aan het experimenteren met een stof die in die begonia's zit voor een bepaalde manier van kanker. En dan is het niet die stof dat helpt, maar een mixage van. Dus vandaar dat het ook gezocht wordt in allerlei stoffen. Van alle middeltjes. Alles meer van vroeger en van tegenwoordig ligt de basis in de kruidenwereld. Daar komen we vandaan. In kruiden zitten vreselijk veel anekdotes. Kruiden zijn natuurlijk net zo oud als de mensheid. En bijvoed, dat is een plant, dat is schimmelwerend. Het blad is, wat gedroogd is, schimmelwerend. Vandaar dat Napoleon in 1600, dat hij wegen aanleidde, overal bijvoed liep planten, dan kon de soldaten dat in de schoenen leggen. Voor, schimmel tussen de teren, maar die hadden schoenen. Kon je dat toen schoenen noemen? Geloof ik ook niet gewoon. Nee. Daarnaast hebben we voor de Galega, noemen ze ook wel geitenverdriet of boerenverdriet. Als dat in de weiland staat en de koeien of de geiten, die krijten daarvan, dan stopt dus de melkproductie. Dus dat moet me niet aan. Dus, daarom. De stof die als dus jonge vrouwen hun kindertjes borstvoeding geven en daar willen ze vanaf, dan zit er een stof in die dus die melkproductie stopt. Daar heb je ook een hele leuke plant, dat is moerasspirea. En dat is die net voor die geeltjes. De geeltjes is de middelste teunisbloem, daar wordt natuurlijk teunisbloemolie van gemaakt. En die daarvoor, dat is de moerasspirea. Spirea heeft natuurlijk een heleboel verschillende vormen. Sierplanten en je siertuin. Maar de moerasspirea, de bloemen, die worden gewoon van die mooie witte bloemetjes in. En die worden in een vijzel, werden die vroeger geplet. En daar ging op een gegeven moment een pijnstillende werking vanuit. En de hele allereerste basisstof van aspirine en pijnstillers. Ik kom uit de bloem van de moerasspirea. Daarnaast dat is de wauw, of is de wede, en dat is de wauw. Nou, de meekrap,
daar ging het om de wortels. En die leverden dus de rode kleur. Bij de wauw ging het om de bloemen. En die levert dus de gele kleur. En dan had je de wede, daar was het procedé van heel de plant. En die leverde de blauwe kleur. En dan had je rood, blauw en geel. En dan had je de drie essentiële kleuren om verfstof te maken. Weer natuurlijk vroeger van zeker van die make-up op hout. Prachtig mooi, diepe kleur. En op plaslinen werd er natuurlijk vreselijk meubels, vreselijk veel mee gewerkt. Maar wede gaf dus de blauwe kleur en het was vreselijk moeilijk procedé. Dat moest dan weer ingekookt worden en nog een keer dit en nog een keer dat. En op een bepaald moment kwam er zuurstof bij en dan liet hij zijn kleur los. En dan had de blauwe kleur. En dat was echt een heel moeilijk procedé. En daarom is ook de indigo getelen. En die indigo staat daar en dat is ook de blauwe kleur. Hier staat dus 24 verschillende soorten munt. En als je nu ergens op het terrasje zit of ja, in een restaurantje en je drinkt muntthee, dan heb je bijna altijd Marokkaanse munt of Zwitserse. Maar bijna 90-95% drink je Marokkaanse munt. En het is een reden waarom hij dat doet. Om de doodvoudige reden, als je Marokkaanse munt in een glas warm water stopt, dan laat hij binnen 5 tot 10 seconden je smaak. Laat hij los. Andere soorten van appelsien, gember, grapefruit, dat duurt allemaal duidelijk wat langer. En ja, dan is op de duur die take-out vooruit hoe je lekkere smaak hebt. Maar persoonlijk zeg ik altijd, de Marokkaanse munt het meeste gebruikt, maar is absoluut niet de beste. Dat, hij kan ervoor. Dat is de Argentijnse munt. En ook de Jokka-munt, maar vooral de Argentijnse munt. Dat je daar dus met je handen al gaat, dat is echt puur munt. En ja, die is zo sterk, dat je moet oppassen aan gebruikt en niet te veel gebruikt, want dan gaat hij weer te sterven. Maar het is bijna altijd dat munt hij drinkt, Marokkaanse munt. Bijna altijd. Nog een bloeien. Maar dit is Safloer. En Safloer, die werd vroeger gebruikt om de mooie geel en de kleur in de boter te krijgen. In de voor koeboter, de roomboter, had je dat niet nodig, want die had die gele kleur van zichzelf. Maar plantaardige boter, als je daarmee gaat werken, dan is die kleurloos. En hij deed daar vroeger de bloemen van de Safloer doorheen, want dat is een intense mooie gele kleur. En daar werd hij voor gebruikt. Tegenwoordig doen we dat natuurlijk niet, maar we doen er een kleurstof in en die is ook geil. Maar vroeger waren we niet zo dom. Ik bedoel, ik denk dat dit iets gezonder is dan een kleurstof. Maar dat is Safloer. Daarachter staat zoet hout. Dat is hier ook nog niet te bloeien. Dat hoge struikje, dat is zoet hout. Nou ja, als je een beetje van onze leeftijd bent, dan weet iedereen wat zoet hout is. Wij hadden hier een poortje, een winkeltje van meneer Uysseldijk. En dan ging je op vroeg zijn een worteltje zoet hout halen. En dan koude je dan twee uren op vreselijk zoet. En ja, dan was je zo misselijk als een kat, maar goed, dat geeft niet. Maar het gaat om de wortel. En als je nou Earl Grey thee uit. Daar zit allemaal zoethout in. Om die specifieke smaak van die Earl Grey thee te krijgen. Een leuke plant. Bloeit straks mooi wit. En het gaat gewoon om de wortels. Die mooi opgraven en drogen. En dan heb je dat zogenaamde stukje zoethout. Blad. Dus jij natuurlijk op een gegeven moment de gouden de bloemetjes bij smeerwortel. Dat is ook voor brandwonden. Een heel blad. Ja, zeg het al aan. Iets kapot aan je huid uit, smeer het sap van die heilblaadjes erop en het geneest het vele malen. Heilblad. Ja, er zijn ook een heleboel dingen die ben dan een periode vreselijk hip en dan is het dan eens weer over. Denk bijvoorbeeld dan, kom je straks op een gegeven moment nog wel even langs, quinoa. Ja, uiteindelijk natuurlijk een hype geweest van je wels.
is er tegenwoordig helemaal uit. Precies hetzelfde met die gooibes. Dat was zo superfood, dat was zo geweldig gezond. Ja, daar voor een besje, een doosje van die besjes en dat was met de quinoa ook per kilo. Ja, niet meer te betalen, want iedereen moest dat hebben. Nou ja, nu is het ineens over, nu wordt niemand het meer. Dat is ook een beetje met de stevia. Stevia of honingkruid natuurlijk. Ja, ik zou dus toen die tijd is geïntroduceerd als calorievrij. En een zoetstof. Maar natuurlijk een zoetstof uit die geen calorieën aanmaakt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar zo ben je maar uit, dan blijkt ten eerste niet calorievrij te wezen, het blijkt caloriearm te wezen. En het is zo zoet, het is zo bitter dan niet goed te leggen. Zowel mannelijk als vrouwelijk, dus zelfbestuiving. Ik werk nog met het systeem van de mannelijke en de vrouwelijke plant, om dood of huidige reden. Dat de bellen die eraan komen veel groter en mooier binnen. Bij het oude was het systeem van de mannelijke en de vrouwelijke plant. Hop is een plantje of een ding. Ja, die moet bijhouden, want die kan wel 30 centimeter op een dag groeien. Dat is onvoorstelbaar wat dat spul kan groeien. En je moet hem kort houden en dan zit hem kort, maar dan zit heel die tuin eronder. En dat is ook de bedoeling. En hem daar is ergens dat, want dan liet ik hem maar groeien en toen zat hij op 7 meter boven in een boom en daar zat de hoop nog. En ook leuk, dat weten heel veel mensen ook niet. Hop is uit slaapproblemen, hè? Maar hop wel een maatje tussen leggen. Dat is slaapverwekkend. Daardoor dat mensen die de hop oogsten, dat maar 3 of 4 uren aan elkaar doen, dan gaan ze 3 uur in de rust, want anders vallen ze in slaap. En dat is geen anekdote, dat is puur de praktijk. Dus de slaapverwekkend. Als je niet goed kan slapen, een beltje mee hop bellen in een zakje doen en naast je kussen staan en dan zou je beter moeten kunnen slapen. En ja, waarom tel ik ze in potten? Ten eerste vind ik het wel een leuk gezicht dat allemaal in die potten staat. Munt tel ik in potten, omdat munt verschrikkelijk woekert. Als je elkaar ergens een muntplant zet en je doet er 2 of 3 jaar niks aan, dan zit in de half van je tuin. Dat is mijn tuin niet. Tuin is best goed beheersbaar, maar ik vind het alleen maar een leuk gezicht om zo'n plateautje te creëren waar allerlei verschillende soorten tuinen zitten. Nou ja, dat is net als bij de munt. Dat is puur een kwestie van smaak, wat veel lekker. De ene vindt dit heerlijk, de ander vindt dat te heerlijk. En ja, dat is moeilijk te zeggen, dit is de beste. Anders, ja, dat is puur persoonlijk. Hier staan de 36 soorten, als ik zeg. En ja, ik kan nog wel 10 of 15 erbij zitten vinden. Maar ja, het is een keer goed. Dit is ook leuk. Eventjes terug over die guinoa. Die guinoa staat daar helemaal op het einde. Er komen prachtige pluimen in. Guinoa is natuurlijk een graansoort. Dat wordt oorspronkelijk komt dat iets anders, Peru, die kanten. Hele kleine, fijne zaadjes waar dus ook gemalen wordt en een brood en koeken en alles bij van gebakken wordt. Daarnaast staat tef. Tef is een van de fijnste graansoorten die er is. Die staat dus daar. En tef, ja, dat moet je op een gegeven moment zoeken in de hoek uit Egypte. Die kant. Daar kwam eigenlijk de tef vandaan. Ook zo de gierst. Die staat gierst. Dat is pracht van een plant. Ook voor bakken natuurlijk. En allerlei prachtige mooie aren komen daarin. Qua groeiwijze is de gierst op een gegeven moment wel een van de mooiste vind ik persoonlijk, maar ook weer persoonlijk. Hier aan mijn sorghum. Iedereen die denkt altijd dat het mais is, maar het is sorghum. Er komt hier een grote, lange, mooie pijl in, met vol met zaadjes. En dit komt eigenlijk meer uit Azië. Niet Azië, niet de Aziatische archipel, maar uit China, die kant, daar wordt dat veel gebruikt. Sorghum. Ook achter in Rusland, want het is loeiwintervast. Dan hebben we hier stout.
speld is natuurlijk de laatste jaren ook weer een beetje hype. Glutenvrij, een speldbroodje kan het overal kopen. En daarnaast zit dus weer haver. En dat is niet de gewone haver, maar zwarte haver. Meer voedingswaarde als de gewone haver. Maar die speld, daar zit ook weer een verhaaltje aan vast. Speld, ja, dat, je kan je speld zaad natuurlijk, je zaad het in het najaar, want het is juist in november, of eind oktober, beginnen we worden gezaad. Die zaden heb je gekregen van iemand die weer connecties heeft in Wageningen in de verredelingswereld, en dat veel komt. Het is een databank uit Groenland, dus is heel apart. En dat zijn drie verschillende soorten. En degene die dat geleverd heeft, die komt iedere keer kijken hoe ontwikkelt het zich, enzovoort, enzovoort. Een heel apart spel. En ja, dat is glutenvrij natuurlijk. Dus ja, ik ben ook benieuwd of ik het een beetje kan oogsten. En voor volgend jaar weer nieuw zaten. Maar dat zijn allemaal verschillende grazen. Ik vind het heel leuk om die ouderwetse dingen dus allemaal een beetje terug te krijgen. Maar de bloeiwijze van salie is gewoon geweldig. Hè? Heel veel verschillende soorten. Hier zijn dus 17 verschillende soorten salie. Allemaal geselecteerd op eetbaar. En de ene is ook veel lekkerder dan de andere. Maar de bloeiwijze van salie vind ik ook gewoon geweldig. Ik bedoel, prachtige bloemetjes zitten erin. En ik tel ze echt puur voor de schoonheid. Allemaal ja, back to basic, gezonder gaan eten. Dan mag terug naar datgene wat ons oma's en oma's kookten en op tafel zetten. En dat komt gewoon weer een beetje terug. Iedereen gaat nogmaals weer een beetje back to basic. En ja, dat gezond eten, dat is toch belangrijk. En ja, daar is op een gegeven moment veel interesse in. Vandaar dat dus de industrie daar ook vreselijk op inspeelt. En zeker de zaadfirma's natuurlijk, waar je een groentetuintje zelf hebt. En het is ook veel beter. Dat is van mij naar bijvoorbeeld, daar staat dus dragon. Dragon is natuurlijk ook een keukenkruid. Maar dit is dan de echte Franse dragon. Nou ja, die is vele malen beter dan de Russische dragon. De Russische dragon is gewoon geen smaak aan. Maar die wilde Franse dragon, ja, daar zit dus echt smaak aan. Dat is mijn rucola ook, zijn gewone rucola, maar hij de wilde rucola. Ja, dat is tenminste een rucola. Dat proef je. En ja, dat is gewoon vele malen lekkerder. Ook weer zoiets, zeekool. Zeekool kan je zo niet eten, daar zetten ze dus vroeger een pot op. En die kun je stonden in het donker en dan werd hij wit en dan was hij mals. Vandaar zeker. Maar de knolkappers zien, de okka, die zijn een keer verder. En daarna nog een paar van die jongens. Dat zijn dus zoete aardappeltjes. En dat spul, dat komt allemaal uit de Andes, Peru, die kant van allemaal. En daar is het echt volkvoedsel nummer 1. Vreselijk hoge voedingswaarde en ja, dat eten ze daar allemaal. En die knolkappersin, iedereen denkt dat hij het in eerste instantie ziet dat Oost-Indische kers is, maar komt geen bloemetje in, er komen op een gegeven moment zoutige knolletjes. En dan nou, ulico, dat is een beetje verder, ook van die mondingen. Allemaal zoete aardappeltjes. En die zijn echt lekker, want ik heb ze verschillende keer gegeten. En die frituurje en zoete aardappeltjes. Pak een beet. Ja, dat is misschien wel 10 jaar geleden, wacht eigenlijk. Was ik ergens en die had monnikspeper. En die man die vertelde dat dat libido verlagend was. Ah, dat is een beetje flauwkul allemaal natuurlijk. Dus op een bepaald moment ging ik toch nog eens googelen. En verdorie was precies op een gegeven moment wat die man verteld had. Het kwam eigenlijk uit de kloostertuinen, daar werd dat vee geplant. Maar ja, die monniken moesten natuurlijk toch op een gegeven moment
mijn voeders een beetje onder bedwang houden, of in bedwang houden. En een paar jaar later was hier iemand die had altijd op een gegeven moment een instelling gewerkt waar dus geestelijk gehandicapte mensen waren. En in de periode als ze dus in die periode zaten, dan gebruikten ze precies of die wist precies welke stof of erin zat. En dat kwam uit de monnikspijper vandaan. Dus het is gewoon een iets wat dus ook weer uit de natuur komt. Ik vind het een leuk plant, leuk ding. Er zit een leuk verhaal aan. En dat is natuurlijk van kruiden. Dus net als ik de inhoud vertelde aan kruiden, er zitten zo verschrikkelijk veel mythische zagen en anekdotes aan. En ja, daar kom je eigenlijk nooit in uitgestudeerd om dat te weten. Dat is echt heel erg interessant en leuk om eens te weten. Maar goed, dat is goed. Nou ja. Ja, je moet er ook oog voor hebben natuurlijk, maar ja, ten ene dat, die vogelaars ook, die willen we wel zeggen. Ja, toch? Ja, kijk dan, die hebben maar geen ogen. En die komen helemaal maar de foto gewoon mee. Mooi, hè? Ja, maar ja, dat is...
Deze man die natuurlijk vanaf wat nachtje.